Als u een auto gaat kopen, dan wilt u wel eerst weten wat die kost. Maar weet u dan ook al hoeveel brandstof u zal verbruiken? Nee? En toch staat u straks wel elke keer bij de pomp. Als u eerst de gratis folder haalt, dan kunt u van elke auto zien hoeveel of hoe weinig brandstof u verbruikt. Als u toch een auto wilt kopen, vergelijk dan eerst deze cijfers. Want veel of weinig brandstof, dat merkt u elke keer opnieuw.